Ik ben Emin. Ik ben een Turk, bouwvakker bij bouwservice. Ik doe allrounder werk, zoals loodgietenwerk, timmerwerk, stucadoorwerk, tegelwerk. Dus dat houdt bijna alle vakgebieden van de bouw. En meestal ben ik om 7:45 op Radikestraat. Dan ga ik eerst voor mijn bak kijken wat gepland is. En dan ga ik mijn bonnen pakken. En dan pak ik ook gezellig een kopje koffie met collega's. Dan gaan wij druk maken wat wij voor vandaag nodig hebben. Dan laaien wij in de bussen. Dan gaan wij bij onze klanten problemen oplossen. Als ik mijn bus stap, dan voel ik mij ergens te vrij. Mensen blij maken, klantvriendelijk zijn. En daar ben je zelf een eigen baas. Dus je lost meestal zelf op eigenlijk. Als ik bij mensen ben, dan zijn ze heel enthousiast aan mij te wachten. Omdat ze zitten in een probleem. En dat moet snel gaan opgelost zijn. Dat moet wel sociaal blijven en aardig blijven. Dat ik welkom ben, dat komt door mijzelf, denk ik. Die glimlach die meestal die wij hebben. Dus dat komt van onszelf, dat wij enthousiast zijn. Ik ben blij dat ik bij een woonbedrijf werk. Als ik naar huis ga, ben ik blij om wat ik die dag gedaan heb. Wat ik opgelost heb. En dat tevreden van de mensen zie. En dat is het leukste. Ja, mensen wachten op jou.